te brengen met een belt. Die zie je hier niet, dus dat is niet handig. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe ins en outs van Bikes & Care. Dit is deel 2 van onze video. Deel 1, heeft u die nog niet gezien, moet u die natuurlijk eerst eventjes bekijken. En daarin hebben we heel veel nieuws vanuit de werkplaats. En omdat het zoveel was, hebben we hem geknipt en is dit dus deel 2. Dus we gaan verder met allemaal reparaties die interessant zijn om te bekijken. En we laten de nieuwe ST5 zien. ST5 Pinion. En we hebben hem hier staan in allebei de kleuren. De nieuwe rode Imperial Red, die is maar tijdelijk verkrijgbaar. Daar hebben we ook nog maar een heel klein aantal van. En de kleur zoals die wordt. Dus ik wens u heel veel kijkplezier met video deel 2. En vindt u het nu al een leuke video? Duimpje omhoog. Even abonneren natuurlijk. Nou, lekker kijken maar. En dan sta ik tussen het nieuwste model van Stromer 2024. De Stromer ST5. En dit is dus de ST5 met de pinionversnelling. Dus niet meer zoals we hem kennen met de ketting, maar met de pinion. En dat is ook meteen het meest opvallende verschil. De Stromer ST5 is altijd het paradepaardje van Stromer geweest met ketting en elektronisch die ertoe schakelen. Toch hebben ze er voor 2024 voor gekozen deze om te zetten naar een Stromer met een belt. In dit geval dus de gatesriem, zoals we hem ook kennen van de ST3 pinion en de ST7. De pinionversnellingsbak dus weer aan de voorzijde. Maar als we even lopen naar de andere kleurstelling, kun je mooi de SMS-box zien van de Smart Shift. Het elektronische systeem wat ervoor zorgt dat je elektronisch kan schakelen. Het is wel anders dan bij de ST7. Daar heb je 12 versnellingen en bij de ST5 heb je 9 versnellingen. Dus eigenlijk de versnellingsverhouding van de ST3 pinion, maar dan elektronisch gestrakeld met twee kleine knopjes op het stuur, zoals de ST7 ook heeft. En hoewel de Stromer er prachtig uitziet en lijkt op natuurlijk alle andere Stromers, zijn er toch nog wel meer verschillen en die willen we even met jullie doornemen. Een groot verschil met de Stromers zoals we die kennen zijn de spaborden. Die waren altijd van metaal en in dit geval van gehard kunststof. En dat zorgt ervoor dat Stromer zelf al heeft kunnen zorgen voor een verlengd voorspatbord. Vaak verlengden wij die met stukjes 3D geprinte zwarte kunststof. Nou, in dit geval kan je kiezen voor een verlengd spatbord. Hier zit die trouwens nog niet op, maar je ziet wel meteen dat ze hem verstevigd hebben. Dus deze versteviging is aangebracht zodat hij niet te veel gaat trillen op het moment dat hier de verlenger op gemonteerd wordt. En je maakt dus de keuze voor een lange of gewoon de korte versie zoals we die kennen. Maar zitten er beide bij geleverd en u kunt zelf kiezen wat u wil. Wij zeggen natuurlijk altijd de verlengde vanwege alle rommel op de schoenen en ook op de fiets. Een ander verschil met de Stromer ST5 is de koplamp. We hebben er lang op moeten wachten, maar de nieuwe M99 Pro 2 zit op deze fiets gemonteerd als een van de eerste. Het is ook een running change op de ST7, maar de ST5, daarmee zit hij meteen er al op. Is qua lichtopbrengst vergelijkbaar met de andere, maar is qua uiterlijk wel een hele andere lamp geworden. Dus dit is ook nieuw op de ST5 en nieuw voor Stromer. Dat zien we dus straks ook terug op de ST7. Als we dan naar de andere kleurstelling lopen, dus de kleurstelling zoals die wordt, dan zien we ook een klein detail, een veranderde toeterknop. Die heeft een wat andere vorm gekregen. De toeter is ook weer meer een toetergeluid. Dus iets minder dat hele hoge piepen. Dit klinkt tenminste weer als een toeter. Dus dat is ook een fijne verandering. En sowieso zijn de geluiden bij een Stromer extra geworden. En dat heeft te maken met de soundbox. Stromer heeft een soundbox aangebracht. Die zit hieronder. Aan de onderzijde van de fiets. En die maakt een aantal geluiden, waaronder dus de toeterklank, maar ook op het moment dat je de fiets aansluit aan de lader, op het moment dat je de lader eraf neemt, als je de fiets aanzet. En al die handelingen die je doet, ondersteunt hij met een geluidje.
Vind je dat nou heel irritant, kun je het geluid ook heel zachtjes zetten, zodat je hem eigenlijk niet meer hoort. Maar het is een nieuwe feature en het is eigenlijk om te helpen, zodat je weet dat er iets met je fiets gebeurt. Net als bij de ST7 kun je dus met de tiptoetsen schakelen. Je hoort dan ook de versnelling gaan en je ziet je versnelling verlopen. Ook kan je dus de startversnelling kiezen. Dus op het moment dat je nu teruggaat naar een stoplicht en vierde versnelling is jouw startversnelling, dan schakelt hij automatisch terug naar standje 4. Is allemaal in te stellen in de Omni en in je app. De Stromer ST5 Pinion dus. En als we hem dan kort doornemen, dan zien we dezelfde motor als de ST5 en de ST7. Dus met stand 1, 2, 3 en je S-stand. Dubbele zuigers op je achterrem en op je voorrem. Maar voor heb je dus ook standaard ABS. Standaard zitten de grootste batterijen, 983. De 1440 watt batterij van de ST7. Ja, die past hier fysiek niet in, dus die keuze kun je niet maken. Wel heeft hij het stuur zoals de ST7 en de ST5 had. Dus maar één keuze. Het is dit stuur. Je kunt geen riser kiezen in dit geval. 9 versnellingen, maar wel elektronisch geschakeld. De soundbox met de geluiden op het moment dat je je lader aansluit of andere dingen met de fiets doet. Dan geeft hij dus een geluidje. Weer een enigszins normaal toetergeluid. Verlengd spanbord voor. Kunststof spanbord dus ook achter. En de nieuwe koplamp. Al met al best wel heel veel nieuws voor een model die we qua naam al een tijdje kennen. En hij komt dus in deze kleur standaard. En mocht je nou nog heel graag de Imperial Red kleur willen, dan hebben we er nog een heel klein aantal. Stromer ST2, 5 versnellingen voor de servicebeurt in de winkel. Inmiddels meer dan 12.000 kilometer gereden. In dit geval hebben we hem helemaal nagelopen. En buiten de servicebeurt om moeten we de remvloeistof in orde maken. Remblokken en schijven zijn verder nog in orde. En bij de banden. Nou hebben we achteral een keer een Scarletto gelegd omdat de achterband versleten was. Maar de voorband die is nu aan de beurt. Die heeft dus meer dan 12.000 kilometer gereden. Dus dat is eigenlijk wel een prima prestatie. En nu komt de bedrading, dus de canvasdraden komen erdoor, dus wordt het echt tijd. Maar voor zo'n band echt netjes en dan zie je wat je kan doen op het moment dat je de bandenspanning goed houdt en het onderhoud netjes laat uitvoeren. Dan gaat alles best heel lang mee. Deze mevrouw heeft gekozen voor de winterbanden, daar gaat ze dan in de zomer ook mee doorfietsen. En ze vindt het grip in de, zeg maar, het najaar en in de winter toch wel heel beperkt en dat vindt ze toch niet heel prettig fietsen. Dus gekozen voor een echte winterband en die rijdt ze dan gewoon ook in de zomer door. Ook een belangrijk slijtagepunt, dat zijn de lagers van het voorwiel in dit geval. Ook die lopen natuurlijk in door het gebruik. Maar als je nou elke keer met de servicebeurt netjes de lagers eruit haalt, schoonmaakt en weer vet, dan gaan ze een hele lange tijd mee. Dus in de gaten houden, komt de speling op, op tijd erbij, laten afstellen, schoonmaken en vetten. En dan kunnen ze weer. Inmiddels alweer een stukje opgeschoten. De fiets is al zo goed als mogelijk schoon. We gaan hem straks nog wel even met de spoelbak doen, maar het meeste vuil is er al af. Winterbandje voor gemonteerd. Trapas hebben we gelost, schoongemaakt en de nieuwe is inmiddels weer aangebracht. Dus dat is ook gedaan. Onder de spanborden ook alles weer netjes schoon, want er zat heel veel zand. Belt hebben we gecontroleerd. Die is nu nog niet over de slijtagegrens heen. Waarschijnlijk de volgende keer dat we de fiets zien wel, maar voor nu kan hij nog een rondje mee. Hier kun je ook mooi zien wat remstof, remrommel allemaal doet. Deze geperforeerde schijfremmen zitten helemaal vol. Dus de gaasjes zitten helemaal vol met vuil. Dus die gaan we zo meteen ook even openen, zodat dat ook weer zijn werk kan doen. Wat voor de rest belangrijk is op het moment dat de schijf eraf gaat, om te kijken of de spacer die ertussen hoort nog aanwezig is en als die echt heel plat geworden is, is het raadzaam om het te vervangen voor een nieuwe. Niet duur, maar dat zorgt ervoor dat de schijf netjes gefixeerd blijft en dat je daar geen speling op krijgt of geluid. Het is belangrijk om even te checken en anders gewoon even een nieuwe plaatsen. En dan zijn alle gaatjes weer open van de schijf en alles weer schoon. Dat betekent dat de schijf weer zijn optimale remprestatie kan afgeven. Wat je anders krijgt is dat als die gaatje dicht zit, dat hij zijn warmte niet kwijt kan en dus onvoldoende presteert. Dus belangrijk om te checken.
dat de gaatjes mooi vrij zijn en de schijf kan ademen, zullen we zeggen. En dan zetten we ze op het juiste moment weer vast. Nieuwe spacer zit ertussen. Ook altijd zorgen dat het oppervlakte waar de schijf tegenaan komt te liggen, dus in dit geval het chrome oppervlakte, goed schoon is. Dat daar geen vervuiling op zit die zorgt voor vervorming. Want anders krijg je eventueel een gevoel dat je een slag in je schijf hebt, zullen we zeggen. Of vibratie. Dus ook belangrijk dat dat helemaal glad is en recht. Achterwiel inmiddels weer gemonteerd, belt weer omgelegd op spanning gezet. Dan is het tijd om de belt te onderhouden. Daarvoor hebben we Gates Belt Care. Niet met iets anders inspreiden, dus geen WD-40 of weet ik wat voor een olie. Want dan slaat de belt gewoon over je tandwielen heen. En als je het aanbrengt, altijd van het achterwiel af. Want anders heb je kans dat het op je schijf terecht komt. En dan heb je een piepende schijven, dat willen we niet. En ze remmen natuurlijk ook minder netjes. En dan gaat de Dog Blue in de binnenband. In de extra dikke binnenband trouwens ook. En zo voorkom je zoveel als dat het kan lekker rijden. Dog Blue is een soort latexlaag die in de binnenband vloeibaar blijft. Op het moment dat je lekker rijdt, dan komt de lucht bij die vloeistof en dan dicht die af. Dus gigantische gaten, dat gaat het natuurlijk niet worden. Maar kleine gaatjes, die dicht die af en dan loopt de band in ieder geval niet helemaal leeg. Dus extra handig en extra veilig voor iedereen die veel woon-werkverkeer rijdt. Binnenventiel er weer in en dan kunnen we oppompen. En dan staat hij weer helemaal klaar. Schoon, in de wax, nieuwe spiegel, nieuwe pedaaltjes. Want die zaten er natuurlijk ook al 12.000 kilometer op. En een van de lagers liep niet helemaal lekker. Dus die ook maar vervangen voor het goede gevoel met het fietsen zo meteen weer. Remvloeistof gedaan. Winterbanden gemonteerd. De spacer bij het achterwiel gemonteerd. Achter de achterrem. En dan is die weer klaar om een hoop kilometers te maken. We vullen nog eventjes in wat we allemaal gedaan hebben. Dus dat zijn we nu aan het doen. Dan kan mevrouw dat ook weer terugzien in de app. Dus onder het serviceboekje. En dan gaan we er bellen dat hij weer klaar staat. En dan staat hij weer klaar. Uiteindelijk hebben we de controle ook uit kunnen sluiten. En was het de laadpoort. Dus het gedeelte tussen je lader en je controller die defect was. Nou, dat is een aanzienlijk goedkoper gedeelte dan de controller. Dus in overleg deze vervangen. En dan kan meneer de stromer weer gewoon laden zoals het hoort. Met de accu in de fiets en de lader aan de zijkant. Dat is wel zo handig. Voor de rest is het onderhoud uitgevoerd. Kettingcassette dus, remolie. Hij is lekker in de wax gezet. Dan blijft het vuil wat minder hechten. En op verzoek een Bikes & Care stickertje aangebracht voor meneer. Ga er zo een sleutelhangertje van ons aanhangen. Dat is ook wel leuk. En dan kan hij mee naar Hoofddorp. En dan ziet meneer hem binnenkort natuurlijk in een van onze video's. De eerste ronde. Stromer ST3 Pinion voor een servicebeurt. De fiets is helemaal gepersonaliseerd. Is altijd wel leuk om te zien. Dus lichtstuur erop. Leren broekzadel, tasje, bidonhouder. Meneer gebruikt hem heel intensief. Maar maakt hem wat minder intensief schoon. Heeft inmiddels 10.000 kilometer gedraaid. Nou is hij nu dus voor onderhoud gebracht. Maar de onderhoudsinterval die is al van een 3000 kilometer geleden ongeveer. Dus zo rond de 7000 kilometer. Meneer heeft hem doorgereden tot 10. Ja, onderhoud is dan toch soms gewoon te laat. Want in dit geval kan ik het jullie laten zien. Als je bijvoorbeeld de schijfremmen ziet. Dit zijn de metalen delen van het blokje. Ik heb hier een voorbeeldblokje. Zo, dit is de remvoering die er normaal gesproken op zit. Dus die tweede dikke laag. Daar rem je mee op je schijf. Nou, je kan zien dat die in dit geval helemaal weg is. En aan de linkerzijde kan je zelf zien dat bijna het hele metalen gedeelte van het blokje ook weggeremd is. Betekent nieuwe remblokken, maar in dit geval ook een nieuwe schijf. Omdat die helemaal ingeremd is. En dat was echt niet nodig geweest als het op tijd vervangen was. Dus dat is gewoon zonde. En dat geldt ook wel aan de andere kant. En dus ook aan de pinionkant, en je ziet hoe vuil het is. Het voorste blad, dat kan nog een rondje mee. Maar het achterste tandblad, dat kunnen we even laten zien. Dat is nu dus wel al veel te ver ingesleten. Het toeltje die gaat er met gemak overheen, dus die moet echt vervangen worden. En dat betekent dat de belt ook mee moet.
Ja, en dat was met in ieder geval tijdig onderhoud en dus schoonmaken. Wat we natuurlijk ook altijd doen. In ieder geval had hij dan een wat langere afstand af kunnen leggen. Dus eigenlijk te vroeg vervangen of vroeger dan nodig was geweest. En dan zie je dat het schoonhouden van je fiets, maar ook gewoon tijdig komen voor het onderhoud, echt belangrijk is. Als we dan deze even zien. Kijk, die blijft er nog net boven staan. Dus die kan nog heel even mee. Dus die zal de volgende keer vervangen moeten worden. Wordt al met al een grote operatie, dus we gaan alles begroten en meneer bellen om te overleggen. En dan tijd in plannen, want deze wordt gebracht op een afgesproken dag. En we proberen altijd de fietsen dezelfde dag weer klaar te hebben. Maar zijn de klussen uiteindelijk dusdanig groot, ja, dan zijn wij er natuurlijk ook gewoon meerdere uren mee bezig. Dus dan duurt het altijd even wat langer voordat de fiets weer klaar is. En dan op de Stromer ST5. Ja, het blijft gewoon heel lekker zitten, vind ik persoonlijk. Dus dat je dieper naar voren zit, is ook logischer met de snelheid die we rijden. En de tiptoetsen werkt fantastisch. Ik hoef eigenlijk niet eens mijn voeten te ontlichten om te kunnen schakelen. En dat is wel echt anders dan bij de ST3 pinion. Waarbij je elke keer als je moet draaien, echt moet wachten voordat je weer kracht zet. Daar is hier geen sprake van. Je kan makkelijk doorschakelen. Verder vind ik de groene kleurstelling een hele mooie. Maar misschien kun je dat even achterlaten in de comments. Wat vind jij leuker? De rode of deze mooie groene kleurstelling die we nog nooit hebben gehad? Vond je dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en dat belletje aan te tikken, zodat je de volgende video ook niet mist. Groetjes! One day you come to my open door. And I feel like you can wait no more. You here, buddy, you could have just go. But since you came, what we waiting for? Oh, oh. We're just running through a thousand miles. I've imagined it a thousand times. Oh, let me show you what we begun. We found love, we found love, we found love under the sun. Can wait no more. You here, buddy, you could have just go. But since you came, what we waiting for? Oh, oh. Let's just run it through a thousand miles. I've imagined it a thousand times. Oh, let me show you what we begun. We found love, we found love, we found love under the sun. En dan staan we naast de nieuwe, of tussen, ja, nog een keer. Maar als we nou kijken bij de andere kleurstelling, oh, dan zien we hem ook niet. Oké, één keer.